Het Suriname Populaire Songfestival Suripop heeft haar huisstijl vernieuwd. De oude huisstijl was altijd in het goud of wit en de organisatie heeft gekozen voor een andere kleur met een heel belangrijke bedoeling en mening. Odette Miranda, voorzitter Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname, legt uit waarom zij hebben gekozen voor een nieuwe kleur, voornamelijk groen. We hebben gekozen voor het groen. Dus groen zou de hoofdkleur blijven voor Suripop voor de komende tijd en ondersteunend zijn aan onze bestaande huisstijl in de vorm van de stemvorm en natuurlijk het lettertype dat we gebruiken. We hebben bewust gekozen voor groen, omdat natuurlijk het Suriname vertegenwoordigt in de eerste instantie. Maar groen staat ook voor vernieuwing, ambitie, duurzaamheid en groei. En natuurlijk zijn er ook een aantal negatieve associaties, maar we kiezen ervoor om die niet te hanteren, for obvious reasons. Maar we vonden inderdaad deze geen woorden, maar krachtkreten heel toepasselijk om te zeggen we gaan een nieuwe weg in en we gaan groeien. En hopelijk inderdaad de boodschap van duurzaamheid en Suriname uitdragend voorop stellen. We hebben ook ervoor gekozen om het jaartal weg te laten. Dus dat wil zeggen dat dit het wordt. Naast de kleur van het logo zal ook elk jaar het jaartal worden veranderd, geeft Miranda aan. Normaliter was er altijd een Romeins cijfer erbij. Op een gegeven moment werd het verwarrend. Oké, kennen we al een Romeinse cijfers nog in het hoofd van de schoolbanken. En is het jaartal nou het jaartal dat het gehouden wordt? Dat is dus nou het editienummer. Op een gegeven moment hebben we gezegd, weet je wat, we laten het gewoon los. Dit is het. En wat er wel gaat gebeuren bij elke editie, is dat er een jaartal bij komt. Dus er zal er geen onduidelijkheid meer bestaan over welk jaartal, over welke Suripop-editie we praten. We praten over Suripop 2024 en dan weet je dat het in 2024 was. Voor de duidelijkheid, dit is de 22e editie. Maar we zullen dat natuurlijk in persberichten wel vernoemen, maar we gaan hem niet meer koppelen aan de naam. Dit is het. Suripop, Suriname Populaire Song Festival. En dan komt er in de promotie van dit event een jaartal bij. Maar het is geen Romeins cijfer, dat hebben we losgelaten. Ook in het kader van een beetje vernieuwing en modernisering. De stichting is al op social media voor meer zichtbaarheid en om mededelingen te plaatsen en te doen. Suripop is daarnaast ook een sterke samenwerking aangegaan met de media, met het doel de betrokkenheid van het publiek te vergroten.